Goedemorgen iedereen en welkom bij weer een nieuwe vlog op mijn YouTube kanaal. Wij gaan naar de winkel, het is paaszondag, Pasen gewoon eigenlijk. Ik ga echt als een halve schooier naar de winkel zonder schmink, maar wel met mijn zonnebril. Gelukkig hè. Heb jij de sleutels? Nee. Nee. We hebben ondertussen al ontbeten. En daarvoor wou Niels niet naar de winkel gaan of naar de bakker. Maar nu zijn ze sigaretten op en nu wil hem wel ineens gaan. Dat is niet waar. Als ik alleen moest gaan, had ik ook niet. Als je alleen moest gaan? Dat is niet fijn hè. Nee, ik ga mee hè. Sport. Oké, we hebben de necessities. Oké, we zijn terug van de winkel. Milky! Milk! Hey! We gaan Temptation Island kijken en ik ga me een beetje schminken zodat ik zelfs een foto kan maken. Graag leven, 16. Ga ik hier weer even gaan sporten? Oh nee, sporten. En wat met die kniepijn dan? Dit is het dus, haar geheim. Voltaar en Immergel Forte bevat een ontstekingsruimte die in ontstoken gewrichten concentreert voor een gerichte verlichting van pijn. Moet dat er nou wel doen, hè? Om de 12 uur. Ik denk het wel. Ai ai, ik vind het niet. Voel je al weer kriebels? Maar je hebt de waren nog niet gevonden. Okay. Spring dan in huidlevens avontuur blind gedragen. Oké, okay, we zijn ondertussen dus maskertjes aan het doen, zoals je kunt zien. Ik heb Nivea Natural Radiance. En Niels heeft Nivea Detox, denk ik. En voor de rest van de dag hebben we eigenlijk niks gedaan buiten gegeten. Omdat mijn papa eten had gebracht, paaseten, die had hieronder gebracht. En dat hebben we gegeten, maar ik heb niks gefilmd. Maar het was wel heel lekker. En voor de rest hebben we echt gewoon gechilled. En nu, een blind getrouwd kijken. Gezichtsmaskers doen en rollen met onze edelsteenrollers. Ik zal Niels ook eens filmen. Niels heeft het zwart masker, dat is het detox masker. Ik zie er erger uit hè, dan nu. Ja, ik denk het wel. Kijk er. Oh ja. Oh ja. Maar mij hangt hij precies wel los. Ja, mijn is ook los, precies. Met een mond hangt het scheef. All my demons hand in hand. Shit. Dank je. Bent getrouwd, gaat beginnen. Oké, okay, we're gonna watch ya. Lassen. Het is een nieuwe. Tali Visage heeft hier even een facialtje gegeven. Nu moet ik alleen mezelf nog doen. En als je denkt, waarom zit hier zo kei warm? Dus, sorry. Not sorry. Oké, okay, onze gezichtsmaskertjes zitten erop. En nu gaan we een theetje maken. Voor deze self-care Sunday. En ik denk dat ik munt ga nemen voor ons allebei. Yes. En dan ga ik ook een beetje parmezaan met meloen nog maken. Wat we zo in de zetel nog wat kunnen knabbelen.
kleine snackie voor in de zetel. Goedemorgen iedereen. Het is ondertussen de volgende dag. En ik ben de vlog aan het editen. En ik zie dat hij maar 5 minuten is. Dus dat is redelijk kort. Maar in deze tijden doen we gewoon niet zoveel speciale dingen. Dus als jullie video-ideetjes hebben of aanvragen van wat dat ik of wij of zo moeten doen, let me know in de comments. Ondertussen ben ik planning aan het maken voor deze week. Eentje met onze workouts die we gaan doen. Want we gaan deze week terug goed proberen onze workouts en zo te doen. En eentje met ons eten en met een shoppinglijst. Ik heb trouwens beide van deze planners van Beauty and Bobs. Dus ze zijn wel heel handig. Dus dat is wel tof. Dus hier heb ik eigenlijk al het eten uitgepland. Dit is al voorbij. Het is vandaag paasmaandag, dus de winkel is vandaag niet open. Maar morgen gaan we naar de winkel en dit hebben we nog voor vandaag. Dan heb ik eigenlijk uitgeschreven tot zondagochtend. En hier alles wat dat ik nodig heb van de winkel en moet meebrengen. Dus wel echt super handig om dat te hebben, want dan kun je dat meenemen naar de winkel. Ondertussen zijn we op dag 3 dat Niels nog geen FIFA heeft gespeeld. Ik denk dat hem ziek is, mensen. Ik denk dat Niels ziek is. Send help, SOS. Ik zal direct eens beginnen, ze. Ja, beginnen, ze. Ik heb deze morgen al gezegd, moet je geen FIFA spelen? Je hebt echt vrijdag, zaterdag en zondag geen FIFA gespeeld. En we zijn al maandag. Ja. Amai. Amai, zeg. Nou, ik weet het ook niet. Ik zit met mentale problemen, denk ik. Nee, hè. Niet echt, hè. Nee. Ja, dan is het goed. En voor de rest, ik ga vandaag niet naar kantoor omdat het natuurlijk paasmaandag is en postkantoor en zo is allemaal niet open, dus heeft geen nut. We hebben eigenlijk gechilled, het is 11:45 nu. Van hoe laat zijn we wakker? Jij 9:00, ik 9:30 opgestaan. We hebben gechilled, ontbeten, planningen gemaakt zoals je kunt zien. En ik heb ook nog wat op Pinterest gezeten en gekeken voor maaltijdjes, want zoals je ziet bij bijvoorbeeld Scampi slaatjes staat hier ook, zie Pinterest, dat heb ik opgeslagen bij mijn food categorie. Mijn naam daar is trouwens gewoon Thalisa Loop als jullie mij willen volgen. En nu, als ik klaar ben en we geluncht hebben en zo, dan is het cleaning day! Woehoe! We hebben gisteren al onze lakens ververst van de slaapkamer. En gewassen. Ik heb nog handdoekwasjes gedraaid. En vandaag gaan we afwassen, stofzuigen, stofvegen, alles met nat poetsen, de douchekuisen, badkuisen. Woehoe! Jij gaat afwassen, ik ga al de rest doen. Dus ja, dat is de planning vandaag. Hè. Dat gaan we doen, hè. Fun. Yes. En ik ga hier ook de vlog afsluiten, want deze moet binnen 3:30 online. Dus het is vrij kort op de bal gespeeld. En jullie zien ons dus zelfs. En dan hoop ik dat jullie het leuk vonden. Laat zeker video-ideetjes weten wat jullie willen zien. Willen jullie nog eens een What We Eat in a Day? Of Clean With Me? Of Q&A's? Of challenges? Of maakt niet uit, laat het mij weten, want ik heb zeer weinig inspiratie momenteel. En dan zien we jullie snel weer. Doei! Oh,